Ja, ja, dat is ook zo. Oh, het is een fantastische dag. Ja, omdat Nederland gewoon heeft. Nee, omdat ze gisteren nog is. China, papa. Ze zegt een ja, ze zegt een fijne papadag. Daarom is het een fantastische dag. Maar ook omdat het niet een beetje wat Nederland gewonnen heeft? Ja, ook omdat Nederland een beetje gewonnen heeft. Hé, Roosja, heb jij een tekening voor papa gemaakt? Oh, dat is mooi. Hey pap, hele fijne vaderdag. Lieve papa, een dikke kus vanuit Frankrijk. Lieve papa, fijne vaderdag. Papa, heel veel plezier vandaag en we zien elkaar. Doei! Doei! De 16e, ja. Is het vaderdag. En wij gaan jouw vader een ontbijtje bezorgen. Heb je ooit wel eens jouw vader een ontbijtje gegeven? Nee. Ja. Nou kunnen we kiezen uit geroosterd brood, gewoon bolletje, croissant heb ik ook nog. Waar gaan we voor? Voor deze. Voor de bol. Ja, ja, zeker. Ja, daar houdt hij denk ik wel van. Daar houdt hij van, hè? Ja. Heb jij het voetbal ook van hem geleerd? Hoor? Nou, hij is wel mijn trainer geweest, ja. Dus, hij zegt het wel altijd. Oh, streng. Ja, is een strenge streng. Man. Ja, ja. Strenge man. Dan hebben we nog kaas, jam, hammetje hebben we hier. Ah, kaas. Zeker kaas. Ja. Heel. Heet je vader trouwens? Bert. Bert? Ja. Dan heb ik nog een eitje hier, en pancakes, wat fruit erbij. Nou, dat doe maar standaard eitje. Nou, dan moet er nog even wat lekkere sap bij. Een koffie. Een kopje koffie. Moet ja. Er 1, 2, 3 zakjes suiker bij? Nou, wel zeker 2 volgens mij hoor. En wel ook wel wat melk. En wat melk. Ja, daar houdt hij ook wel van. Wil je nog iets tegen zeggen? Nou pap, hele fijne vaderdag. Ja. En ik zie je hier in Frankrijk. Ja. Hier moet hij wonen. Goedemorgen. Goedemorgen. De vader van Lieke. Ja, ja. Ik heb namens Lieke wat meegenomen. Oh, dat is leuk. U mag het openmaken. Oh, dat is een mooi ontbijtje. En er zit ook een cadeautje bij, dus die mag u ook even openmaken. Oh, dat is een leuke. Ja, zo doe ik van ons. Waar gaat u neerzetten? In de kamer bij in ons. In de kamer? Ja, ik kom in de kamer, ik krijg wel een plekje. Heeft ja. U nog een boodschap voor Lieke? Want nu kan het. Ja, ik zou Lieke heel veel succes willen wensen met het WK. En toi, toi, toi. Ik zou zeggen, ga ervan genieten. Ik wens u een hele fijne vaderdag nog. Welkom bij Oranjebord, dames. Hallo. Hi. Leuk dat jullie er zijn. Stel jij even haar voor als je wil. In de kamer. Dit is Kika van Es, een van onze topspelers op de back. Wij zijn Team Brabant eigenlijk. Tegen de verlies vandaag. Niet zo heel goed. Ze kan niet tegen de verlies, nee, zegt zij. Ja, nou, niet geweldig in ieder geval. Jackie Groene. Een middenveldster nummer 14. Ja. Een echte bikkel in het veld. Goed om in je team te hebben, maar ja. Tegen te spelen absoluut niet fijn, denk ik. Vals spelen. Ja, ze is pittig. Ze heeft onder judo gezeten, dus ze gooit alles in de strijd, hè. Heb je op judo gezeten, echt waar? Ja, ik heb de derde dan. Dus dat is zeg maar 2 naar de zwarte band. Toe. Ja, dus als je even in de epon gelegd wil worden. Toe maar. Nou, de oranje bord, dat is altijd de bedoeling dat je met een pion speelt. Je maakt een pion voor de ander. Even één ding, waarvan ik vind dat die het mooiste is, ja. Die mag beginnen. Jullie krijgen een minuut de tijd, dus go. Blond haar, dat is niet veel hier. Oh jee, ik hou niet van dat gehaast. Lastig plakken dit. Oh, wat erg. Nou, wacht, ik doe hier wel lekker prop, oké. Ogen erbij, neus erbij, oren erbij. Ja, waar is dan een blauwe? Je blauwe ogen, of wat? Dan zou ik zeggen, een neusje. Toch een neusje. We zijn echt goed bezig hier. Hoe lang hebben we nog? 30 seconden. Zeker, heel jouw hoofd. Ho. Ik ben echt niet zo creatief, dat zien we wel. Hoppakee. 5, 4... 3, 2, 1. Dit is het. Oké, kom erbij, kom. Zo. Ja, kom maar, heel mooi. Dank je. Dit is Kika, hè? Ja, oh. Vaak een last van haar uitval. Even kijken of het echt lijkt. Wel, hè? Nou. Het is knap, hè? Heel knap. Ja, mag hiermee spelen? Wat vind je? Exact. Ja, maar hier is wel meer werk aan besteed, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, maar niet zo netjes. Jij wint, dus mag jij beginnen? De bedoeling is om met jouw pion als eerste de finish te halen. Onderweg stuit je op pittige vragen en doe-opdrachten. Wie wordt de gelukkige winnaar? Nou, daar gaat hij. En het is... Oh, mag ook maar. Heerlijk, een 4. Nee, maar jezelf lopen. Ja, dit ben ik. Oh, met mezelf lopen. Ja, je hebt het gewoon jezelf gemaakt. 1, 2, 3. Pittige vraag.
Wat hing er vroeger boven je bed? Ik had wel heel veel posters van Johan Cruijff. En, nummer 14? Ja, en van Michael Jackson ook wel een paar misschien. Ja. Twee. Och, een pittige vraag voor je tegenstander. Dus deze is voor jou, Shaki. Wat is je vervelendste openingszin die je ooit gehoord hebt? Oh. Dat geeft niet. Ik heb echt geen idee. Mij wordt nooit echt iets gevraagd. Zoveel. Echt dan? Geloof je dat serieus? Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik wou zeggen. Nee, vertel nou. Ja, geen idee. Ja, je krijgt wel heel vaak zo samen voetballen of zo. Dat is wel... Zou je met me willen voetballen? Ja, dat is wel echt een soort van één koppertje of zo, denk ik. Oké, de volgende. Ja, maar kijk eens even. Drie. 1, 2, 3. Dat is een doe-opdracht. Ja, een doe-opdracht. Nou, speel een liedje op een luchtgitaar. Enjoy. Jullie nee, dat moet jij toch doen nou? Hoezo? Jij bent toch weer? Jij bent aan de beurt. Ik ben al 3 keer geweest. Ja, maar ja, dat is voor je tegenstander stond hier. Jij komt elke keer goed mee af. Ja. Maar zij kan heel goed gitaar spelen. Is dat zo? Ja, maar luchtgitaar wat dan? Ja, maar luchtgitaar is heel wat anders. Wat speel je normaal op je gitaar? 80-jaren muziek, dus ik kan wel een paar liedjes. Leonard Cohen en zo, en Beatles kan ik wel wat. Nou, doe even Kees eentje in de midden vanaf. 1, 2. Oh, lekker hoor. Ja, heel goed. Goed. Dank je. Zag je de ook goed bijpakken? Ja. Hij is voor jou. Daar gaan we. Ik heb maar glitters hier aan mijn neus. Ik heb ook echt overal glitters. Hoop, bijna de beker om. Ja, dit is lekker. 1, 2, 3, 4. Ook voor jou een doel. Oh, kijk aan. Doe je beste imitatie van een leeuw. Doe de beste imitatie van een leeuw. Dat is een leeuw. Ja, dan ga je gaan. Zo, dat was eigenlijk wel goed. Goed hoor. Dat was eigenlijk wel goed. Gelegen met een gitaar. Ik vind dat een hele goeie. Oké, nou, jij bent aan de beurt. En het is... Ach, lekker wel. En 1. Doe opdracht voor je tegenstander. Dus deze is voor jou. Houd een onzichtbare bal 10 keer hoog. Gaat-ie? Ja, kom maar. Kun jij, Kiek? Oh, echt met het hoofd? Die is gevraagd. Dus ik dacht van... Ja, keurig. Applaus. Dat lekker, heb ik nog nooit op het veld zien doen, hoor. Nou, jij. Ik denk dat er 1... Jij bent. En, ja, geef niet. 6. Het is een 4. Yes. Ah, lekker. Daar gaan we. 1, 2, 3. Het is weer een doelopdracht. Lekker kies. Zweet. Laat in de camera je meest intimiderende blik zien. Oh, dat kan ze wel. Kan je wel. Misschien camera nog nodig. Juist. 1, 2, 3, 4. Ja, om te winnen. Dan heb je gewonnen. Ach. Hier. 1. Het is 1. Rood. 2 stappen terug. Ook nog? Ja. Rood en 2 stappen terug. Plas je wel eens onder de douche? Nee, dat vind ik echt smerig. Wel. Nee. Nooit onder de douche. Nee, ja, toen 12 was. Wel eens in het zwembad dan toch wel? Nee. Ook niet? Ja, vroeger. Heel jong, ja. Maar niet... Niet meer tegenwoordig. Nee. Wat is heerlijk onder de douche plassen verder? Heerlijk. Ja. Alsof je onder de douche plast. Nou, maar lekker te douchen met z'n allen. Nou, ja, elke dag. Nou, jij mag gooien en dan... Nee, ik hè? Ja, jij mag gooien. Maar ik heb wel gewonnen, toch? Nee, tuurlijk niet. Dat zijn niet nemen. Gooi maar, je hebt gewonnen. Dan gaat hij. En we hebben een winnaar! Yeah! Ja hoor. Goed hoor. Gefeliciteerd. Yes, ja, dankjewel. Nou, daar zag er even niet naar uit. Ik dacht, nee, die gaat verliezen. Nee, vals start. Het was even spannend. Je hebt verloren. Ja, het doet wel pijn. Oh, wow, erg. Een zware dag. Ik vond wel dat je het heel goed hebt gedaan. Dank jullie wel. Dankjewel. Je doet ook alles wat je zegt. Ja. Alles voor de camera. Lieve papa, ik wil je bedanken voor de steun afgelopen jaar. Ik wil u een hele fijne vaderdag wensen. Groetjes van deze en van mij, dikke knuffel. Vanuit Frankrijk een hele fijne vaderdag. Veel liefs. Ik vind het heel tof dat je me komt supporten in Frankrijk, dus ik hou van je. Ja! Ah, Frankrijk, magnifique. Oui, oui. Oh là là. Oui, oui. Wat een mooie speler. Maar wie wordt het? Stuur je antwoord op en wie weet ben jij deze magnifieke Mona Lisa. Voilà. Voilà. Gisteren vroeg ik wie heb ik getekend en het moet zijn. Tadaa. Nou, prima toch? Zet je handtekening op. Ja. Zijn nou benieuwd of je dit hebt gewonnen? Ga naar het bestaande adres. En wie weet, wil je dan wel deze prachtige tekening? Handtekening van Merel. Hoppakee. Lijkt hè? Exact.